VND gaat volgens de Telegraaf op korte termijn dicht. De krant meldt op basis van verschillende bronnen dat banken geen krediet meer willen lenen aan de warenhuisketen. Doordat VND al jaren met verlies draait, is het krediet inmiddels teruggelopen van 70 naar 22 miljoen. Daardoor is het nog moeilijker om het financiële hoofd boven water te kunnen houden. De keten spreekt de berichtgeving van de krant tegen. Volgens een woordvoerder is VND nog steeds in onderhandeling met zowel de bank als de verhuurders en de vakbonden. Het busboekenproject Busvol Verhalen van Arriva, Q-Bus en de provincie Friesland is niet goed ontvangen door Friese schrijvers. Verschillende auteurs hebben boos gereageerd omdat zij niet gevraagd waren of hun boeken gebruikt mochten worden. Busvol Verhalen is een project waarin boeken achter in de Friese bussen komen te liggen, zodat reizigers gratis kunnen lezen. Het zijn Friestalige boeken van diverse schrijvers. Toch zijn er ook auteurs die wel enthousiast zijn over het project, zoals schrijver Douwe Kootstra, al zet hij er wel enkele vraagtekens bij. Hoe het in de praktijk werkt is even een afwachtje vanzelf. Daarom stel ik de chauffeur de bus van wat doe je wat ze met die boeken beginnen te gooien. Als je remje matten en de boeken gaan door de bus, dat zijn wat praktische punten. Maar ja, het is wel vrij uniek, vrij bijzonder dat er bussen mijn boeken tot de provincie rieden als schrijvers. Vind ik het fijn dat mijn boek erbij zit. Het is ook nog een boek met reisverhalen, oude sporen. Dus beter ken het net. De boeken komen bij de meesten en hoor ze in de boekhandel, maar de meesten bij de boeken komen. SC Cambuur speelde zaterdagavond tegen FC Twente. En dat was geen beste wedstrijd, want bijna had de club een punt te pakken, maar verloor die weer in blessuretijd. Volgens critici was de wedstrijd tegen FC Twente een zure nederlaag te noemen. Cambuur speelde in de eerste helft weliswaar met veel passie, maar er kwamen geen goals. In de tweede helft kreeg FC Twente grip op de wedstrijd en in de 57ste minuut maakt Tapia de 1-0. Een gelijkmaker is nodig om een punt te pakken en dat doet invaller Barto. In de 73ste minuut scoort hij de gelijkmaker. Maar dan in de blessuretijd grijpt FC Twente kans en scoort. 2-1 is de eindstand en zo daalt Cambuur verder naar plaats 9. Woensdag speelt SC Cambuur thuis, dan tegen Vitesse. Een cursus over de Tweede Wereldoorlog. Vanmorgen vond in de bibliotheek in Grauw de eerste cursusles plaats. De deelnemers leren in 3 lessen hoe ze de informatie over de oorlog kunnen zoeken, welke bronnen daarvoor gebruikt moeten worden en ook krijgen ze informatie die ze zelf graag willen weten. Cursisten die hebben vaak ook verschillende wensen. Zoals nu ook een van de cursisten die graag iets over Leeuwarden wil weten. Bij eerdere cursussen heb ik ook gemerkt dat soms willen mensen iets weten over een opa die als dwangarbeider in Duitsland heeft gezeten. Of evacuees die uit Limburg in Friesland zijn geweest. Dus het kan heel, heel divers zijn. En ik probeer eigenlijk aan al die wensen wel enige mate tegemoet te komen. Een cursus op maat, dat is het idee. Toch zijn er maar weinig inschrijvingen geweest en dat valt de organisatie wel een beetje tegen. Nou, eerlijk gezegd valt het een beetje tegen. Want er kunnen maximaal 12 cursisten meedoen en als er dan 5 zijn, dan is dat een beetje aan de magere kant. Maar dat heb je niet in de hand. De cursisten die er waren hadden daar in ieder geval geen last van, want voor hen was het reuze interessant. Ik kom uit Leeuwarden, ik ben geboren in Leeuwarden, ik woon in Stiens. En wat ik eigenlijk probeer aan te weten komen, hoe kan je makkelijk zoeken naar kennis, naar feiten die je iets van weet. En waar kan je dan meer van toevinden? En hoe werkt dat? En met name, hoe werkt dat via internet? En is er nu vandaag al iets geweest waarvan u denkt van, oh hey joh, dat vond ik nou toch wel interessant om eens te weten te komen? De bronnen die hier genoemd werden, waar je kunt zoeken en waarna je kunt zoeken, dat was echt een eye-opener, dat er zoveel, op internet staat natuurlijk wel veel, dat weten we ook wel. Maar als je dan heel specifiek krijgt van gebundelde kennis waar je via internet achter kan komen. Dus, ja. Dus vanmiddag direct achter de computer en op zoek? Ik denk wel dat ik vanmiddag even achter de computer ga zitten. Ja, het wil even googlen om het zo maar even te noemen. Gerald van den Belt heeft gisteren zijn laatste werkdag gehad als algemeen directeur van SC Cambuur. Vanaf vandaag is hij begonnen bij FC Twente. Eerder gaf Van den Belt aan de overstap te willen maken omdat er voor hem een uitdaging ligt doordat de financiën bij FC Twente niet op orde zijn. Commercieel directeur Art de Graaf van SC Cambuur neemt voorlopig de taken van Van den Belt over.
In het Douwe Egberts Café in het Ruiterskwartier konden mensen vandaag hun .frl-extensie aanvragen. Eerder konden bedrijven en instellingen zich al laten registreren. Cor is een van de geïnteresseerden in een FRL-extensie, omdat hij het wil gebruiken voor zijn toekomstige bedrijfje. Maar eenmaal bij de inschrijfbalie lijkt dat niet te lukken. De domeinnaam werkt niet en de medewerkers denken dat hij al geclaimd is. Een hele teleurstelling. Nee, niet gelukt. Nee, ik was met de klasgenoot mee en ik denk, je kunt het altijd proberen, weet je. Misschien is het domein nog vrij, maar dat bleek niet zo te zijn. Maar ja, dan, jammer dan. Je had niet nog eentje op reserve waarvan je dacht, van, nou, dan laat ik die registreren? Je probeert op het moment zelf nog wel alternatieven te verzinnen, maar je weet niet of dat echt rendabel is. Dus ja, ja, prima zo. Nu met lege handen naar huis? Nou, zo voel ik het niet. Het was ook een last met de beslissing om hier naartoe te gaan, dus. Maar Cor besluit niet op te geven en probeert het even later nog een keer. Ditmaal met meer succes. Nou, daar komen ze hoor met de taarten. Is het eindelijk gelukt? Het is eindelijk gelukt. Welke heb je nu laten registreren? Marketingcommunicatie.fl. En dat was eigenlijk de eerste die je wilde ook, hè? Ja, eigenlijk wel. Dus dat is mooi. Maar ze hadden een beetje probleempjes met de server, dus in het begin bouwt niet helemaal, maar uiteindelijk toch gelukt. Ga je nu zo meteen vanavond gelijk aan de slag met je website of zeg je, ik laat het eerst nog even rusten? Nou, je kunt volgens mij pas vanaf april krijg je het domein echt in handen. En het was me in eerste instantie wat te doen om het gewoon te claimen. Dus. En nog plannen om met de website dan ook al te beginnen of zeg je van voorlopig laat ik dat nog even? Nou, misschien een internetbedrijfje. Volgend jaar, een beetje in het kader van mijn studie. Dat zou leuk zijn. Cor heeft net als vele Friezen nu zijn eigen extensie. Volgens Patrick van Erven van het DE Café zitten er veel voordelen aan een .frl, al is het afwachten of het gaat werken. Het gaat er ook om dat mensen dat het hierna ook losgaat, want dit is meer een voorrangsperiode voor Friezen. En dat straks, dan komt het gewoon, dan mag iedereen .frl registreren, dus ja, daar hangt het wel wat vanaf. Voor wie ook een Friese extensie wil, vanaf half april worden de domeinnamen voor iedereen opengesteld. En kun je vanuit huis je eigen .frl registreren, als deze nog vrij is natuurlijk.